deze beschouwing. Die is in de miniserie Even Chillen. Ik vind het wel een goeie. Ik heb hem van een hele trouwe luisteraar en kijkeraar, die als reactie op Facebook gaf, lekker chill, puntje, puntje, puntje. En dat was naar aanleiding van een beschouwing dat ik had. Een beschouwing die ik had gedaan. Oh, lekker rustig. Ik ben ook ongelooflijk rustig, moet ik zeggen. Dat komt ook door die corona, hoor. Maar dat helpt natuurlijk ook enorm, hè. Om bij die rust te komen. Maar los daarvan ben ik heel rustig. Al heel lang, eigenlijk. Oh, maar soms dan heb jij van die dingen, jongen. En dan vind je echt dit en dan vind je dat. Dan denk ik, jongen, jij lijkt mijn moeder wel. Mijn moeder heeft ook zo'n moeite mee. Dus, dan zei ze dan een keer tegen mij van, ja, weet je wat het met jou is, hè? Als jij een mening hebt, hè, dan ben je daar meestal helemaal nooit van af te brengen. Maar beter kan ze zeggen van, Perry, ik vind het zo fijn aan jou, hè. Als jij met wat komt, dan heb je daar ook echt goed over nagedacht. En niet dat het binnen 10 minuten onderuit gehaald kan worden door Jan Gerard. Ja, ik denk na voordat ik wat zeg. Mensen zeggen wel eens van, dat zeg je weinig. Ja, serieus hoor, dan zit ik op een verjaardagsfeest of whatever. En dan zeg ik helemaal niks. Ik zou niet weten wat. Hey, laten we even chillen. Hoe vaak heb jij niet meegemaakt dat je op een feestje zat en dat mensen aan het praten zijn? En dat je bij je eigen dacht, nou, laat ik nou maar eens gewoon vandaag mijn mond houden. Omdat je werkelijk aan geen enkel onderwerp ook maar een touw kan vastknopen. Heb jij dat nooit gehad? Nou, ik wel. En dat vind ik dan ook even chillen dan, hè? Dat vind ik helemaal niet erg. Echt niet. Kijk, ik ben zo iemand, als ik dan graag wil op mijn praatstoel wil gaan zitten, dan doe ik mijn Mac aan. En dan kan ik het toch ook zeggen? Hier. Dat hoeft dan niet per se op een verjaardagsfeest. Dan nou. En gisteren had ik met Wim Kruidentuin, mijn vriend, een afspraak om een eindje te gaan rijden met de auto. In deze coronatijden. Nou man, dat was even chillen. En dan moet je dus Wim kennen. Hij gaat altijd hetzelfde. En dan kom ik Wim tegen en dan gaan we roken en koffie drinken. En dan gaat hij hoor. Over de CO2 en de wolkenvorming en over vaccinaties en over immigranten en over Mohammedanen. Maar dat laatste, nee, dat is nog steeds. Gisteren heeft hij het ook weer gehad over Mohammedanen. En dat gaat maar door, hè. En ik zeg dan helemaal niks. En Wim kwam aan met de auto. En ik stap in op de achterbank. En Wim zo, hey man, kom er gewoon naast me zitten. Ik zeg, ja, nee, dan gaan we even chillen, snap je? Ik moet geen gezeik hebben. Ze hebben hier in Arnhem al mensen op de bon geslingerd, omdat ze met z'n tweeën voorin zaten. Dan zit je binnen de anderhalve meter. Dus Wim zat links voorin achter het stuur. Ik zat rechts achterin als een of andere Joris Demmink.
En wat maakt mij het uit dat mijn chauffeur de godganse tijd loopt de oude hoeren? Ik kijk naar buiten en ik denk, ah, lekker chill man. En ik luister wel naar Wim, dus ik, ja, tuurlijk. Ik reageer er verder niet op. Behalve op één punt, dat was, toen zaten we aan de Waal, op 1,5 meter van elkaar. Oh, 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 oh. En toen zei Wim iets over, oh ja, over de coronatoestand. Ja, en dit en dat, en zoveel procent van de mensen die lalalala. Ik zeg, Wim, hoe test je nou of iemand corona heeft? Waarop Wim dan, ja, en er was iemand, hè, en die zei, in corona, hè, er zitten wel 4 stukken HIV. En ik vraag opnieuw aan Wim. Wim, dat is leuk. Dat is leuk. Je hebt ergens gehoord dat iemand heeft stukken HIV-virus gevonden in het coronavirus. Hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Zeg maar, de vraag was, hoe test je nou of iemand corona heeft? Want een test kan fout positieve hebben. En laat het woordje kan maar weg. Een test moet je dermate goed controleren dat je zegt, nou, de kans op een fout positieve is kleiner dan zoveel promiel. Of zo. Huh? Bijvoorbeeld, als jij je als man laat testen of je misschien prostaatkanker hebt. Wat nogal wat mannen laten doen, omdat ze niet meer zo'n krachtige manneke pisstraal hebben als vroeger, toen ze wedstrijdjes verpissen deden, bij het slootje achter, bij die oude weduwe. De inhaptuin. En die laten zich testen op prostaatkanker. Nou, en dan stond er in de krant, in de officiële media, ergens 2006, 2007, dat gebleken was dat van de 100 mannen die positief getest hadden op prostaatdinges, dat er bij 75% van die mannen eigenlijk niet echt iets aan de hand was. Die mannen hebben dus helemaal voor niks een prostaat laten verwijderen. Of beter gezegd, kapot laten stralen met kobalt, deden ze dat vroeger. Ik weet niet hoe ze dat nu doen. In elk geval, je moet met je knieën uit elkaar, net als een barende vrouw. En het is dag tegen je prostaat. Met hele vervelende gevolgen, by the way. Je kan bijvoorbeeld geen erectie meer krijgen. Toch een fijn gevoel om te weten dat 3 van de 4 mannen bij wie dat geintje is uitgefroten, dat het helemaal voor niks was. Volgens dat onderzoek. En daarmee is aangetoond dat een toets, die is niet zomaar gelijk heilig goed. Nee, een toets moet getest worden. Je roept dus iemand heeft een bepaalde dinges. En dat toon je dan aan in een vroegtijdig stadium. Zo. Maar dan moet hij het ook inderdaad gaan krijgen, of niet? Tja. En hoe toets je nou of een coronatoets het doet? Dan moet je 2 groepen mensen hebben. Namelijk mensen die waarvan je zeker weet dat ze het niet hebben. En een groep mensen waarvan je zeker weet dat ze het wel hebben. En dan doe je die toets doe je erop.
En dan moet die toets precies zeggen, nou, die en die en die hebben het wel, en die en die en die hebben het niet. En dat moet kloppen. Zo moet je een toets testen. Dus hoe toets je een weegschaal? Nou, een weegschaal toets je door daar gewichten op te leggen waarvan je weet hoe zwaar ze zijn. De eikgewichten. En dan kijk je naar de uitslag van die schaal. En die moet kloppen. En dan heb je die weegschaal goedgekeurd en dan kan je die weegschaal als toetsingsmiddel gebruiken om vlees af te wegen als slager. Nou, zo zou je dus zo moet elke toets getoetst worden. En in het geval van corona heb je een ernstig probleem, want wie heeft er eigenlijk corona? Ja, dan moet je even toetsen om te weten wie de corona heeft. Ja, maar hoe ga je die toets dan toetsen? Hoe moet je de allereerste coronatoets toetsen? Ja, dan moet je kijken naar de verschijnselen. Ik zeg, ja, wat zijn die dan? Die verschijnselen zijn dermate algemeen, dat kan van alles zijn. En dus kwam Wim dan van, ja, je hebt koorts. Ja, daar zijn we over uitgeluld. Koorts is, dat is helemaal niet specifiek. Nou, wat heb je nog meer? Hoesten? Nou, dat is niet specifiek. Ademhalingsproblemen. Je kleine longblaasjes raken ontstoken. Dat soort dingen. Dat is niet specifiek. Longontsteking is net zo goed niet specifiek. Het is een ontsteking in je longen. Je zegt toch niet ook, ik heb voetontsteking. Knieontsteking. Dat is geen ziekte. Een symptoom. En dat kan een symptoom zijn van elke ziekte. Van alles kunnen je longen ontstoken raken. En waar zijn ze mee ontstoken? Wat voor rotzooi zit erin? Er zit een bacterie in of zo. Het is een infectie. Ja. Er is helemaal geen toets op corona. Punt. Iemand zegt dan, dit is hem. Dit is door de heilige stoel goedgekeurde toets op corona. En echt 90% is het er echt mee eens. En het is consensus onder alle mensen met witte jassen. En dan is het ook nog zo dat ze nu al beweren dat er van corona 4 varianten zijn. En die zijn allemaal nieuw. Dus wat is dan corona? En bij dat moment dat ik Wim in de rede viel, ging het om bevolkingsonderzoek op borstkanker. Die bevolkingsonderzoeken hebben slachtoffers gekost. Dat weten we. Het aantal vrouwen dat gered is van een wisse dood. Ongeveer 5 keer zoveel vrouwen hebben daarvoor het leven moeten laten. Dus ja, leuk is dat, hè? Je redt 20 vrouwen. En en passant heb je met je actie wel 80 andere vrouwen een wisse dood laten sterven of zo. Ja, we hebben de 80 geofferd, maar we hebben wel 20 gered. Ja, en het heeft alles bij elkaar 100 miljoen euro gekost, snap je? Nou, dan praat je wel over lekker veel geld. Moet wel even betaald worden, hoor. Ja, ons even chillen, mensen. Gewoon chill. Er is niks aan de hand. En dan ben ik gereden, hè, met Wim. Gingen we eerst naar de Waal. En daar hebben we gezeten. Koffie gedronken. En ik heb een banaan gegeten. En toen langs de Waal richting Tiel gereden. Echt helemaal naar Tiel. Hartstikke leuk. En toen bij Tiel naar het noorden en dan rij je richting de Rijn. En daar
kwamen we bij een benzinepomp en dan was de benzine 1,39 euro. Waarop Wim zei, nou, dit is zo goedkoop, hier moeten we gaan tanken. En ik lig voor met betalen. We schrijven het allemaal op in een boekje. En je moet bijhouden hoeveel kilometers je ermee rijdt. En je moet bijhouden als je getankt hebt. En dat is het. En even kijken hoor, afhankelijk van het aantal kilometers dat je rijdt, betaal je mee aan de benzine natuurlijk, maar ook aan olie en ruitenwisselvloeistof en andere dingen. En los daarvan betaalt iedereen 2 tientjes in de maand voor de verzekering en de wegenbelasting. Wat dan meer, weet ik niet. En ik lig voor. En toen zei Wim, ja nee, jij staat al zoveel in de plus. En ik moet het nog uitrekenen, maar ik weet zeker dat jij nog geld krijgt van de club. Dus ik denk wel even. En toen was hij zijn portemonnee kwijt. En Wim is geen slordigvos. Hebben we de hele auto overal onder gekeken, alle kastjes open, dingetjes. En toen concludeerden we van, ja, dan moet die daar ergens liggen bij de Waal. Dus moesten we helemaal terug. Maar dat maakt het niet uit. En dat vind ik toch goed, dat... Wim is dan zijn portemonnee kwijt en dat is echt niet leuk. Een rijbewijs, je kent het al. Bankpasje, ellende man. En cash. En ja. Wim zei, nou dan gaan we zo terugrijden. Dat werd dus langs de Rijn. Ja, dat was hartstikke mooi. We hebben alleen maar gekeken naar hoe mooi het was. Helemaal terug naar de Waal. En die plek die vonden we in 1 keer. En de laatste portemonnee ook niet. En toen reden we terug. Naar Arnhem. En dan zat Wim, die zat voor te vertellen. Van, ja, dan zijn die kroegen dicht. Ja, dan ga je dus ook niet meer naar de kroeg om je geld uit te geven. En, kortom, het leven is heel goedkoop geworden. Want Wim ging veel naar de kroeg. Ja, die uitgaven die zijn weg. Ja, zei hij, dan kan je dan wel dit uit gaan geven of dat uit gaan geven. Maar ja, een beetje drinken in je eentje, daar word je ook niet blij van. Hè? Zei, nou, dan kan je natuurlijk aan eten gaan denken, maar joh, kijk, zoveel eet ik niet. Dus waar moet je dan je geld aan uitgeven? Nou, zei ik, je portemonnee verliezen. En Wim lachen, jongen. Ik zei, ja, dan ben je echt in 1 klap, ben je zoveel armer. Ja. Hij had nog contant geld thuis en zei, ik red me wel. Grappig. En dan rij je langs die dijk en dan zie je al die woningen. En die mensen wonen mooi. Ongelooflijk. Met waterpartijen, ruime tuinen. De dakterrassen. Zeg maar. Jeetje, wat zijn we rijk. En Wim zei nog, van ja, een stuk grond hier, zei hij ook in Nederland, kost landbouwgrond minder per vierkante meter dan het allergoedkoopste laminaat. Nou heb je landbouwgrond, maar je doet niet aan bouwen. Maar grond is niet duur. Hij zei, nou ja, dan heb je gewoon zo'n stuk grond. En dan een schuurtje erop.
goed geïsoleerd met een kacheltje. Een toilet buiten. En zei, dit is wel wat voor jou. Waarop ik tegen hem zei, nou, ik blijf liever bij dat oude idee. Dat als wij gepensioneerd zijn, dan gaan we naar het platteland. Dan gaan we met z'n tweeën ergens wonen. En dan nemen we een werkster uit de Filipijnen. Dat lijkt me ook ideaal. Wim's kamer, ik mijn kamer, gezamenlijke keuken, gezamenlijke woonkamer. En een Filipijnse Engels sprekende vrouw die we Nederlands leren. En die houdt de boel schoon. Een moestuin erbij. Ja, je kan toch tevreden zijn met een toekomst die er misschien nooit komt. Maar het zou kunnen. Ik kan je nu al van genieten. Van het idee. En in deze tijd zo heerlijk rustig overal. En allemaal mensen in paniek. Maar ja, al die mensen zijn in paniek. En ze schreeuwen niet naar elkaar. Want daar zou je corona van kunnen overdragen. Want dan krijg je van die gespetter uit je mond. Ja, deze manier. Heb je allemaal die vochtdeeltjes en dan kan corona in zitten. Je zegt, oh nee, gaat u me even vroeg. Ja, anderhalve meter. Hè? Ik had het ook. Ik loop hier over straat. En er staat een vrachtauto half op de stoep. Dus ik moet tussen die vrachtauto en de muur door. Dat was ongeveer 2 meter ruimte. En van de andere kant komt er een stel aan fietsen. Je mag helemaal niet fietsen op de stoep. Maar goed, daar doe ik niet moeilijk over. Als je me niet tegen mij opfietst, dat vind ik wel zo fijn. Dat je om me heen fietst, AUB. En die man die fietst mij voorbij en die roept heel hard, pas op! En die vrouw die achter hem aan fietste, die hield er in en die bleef staan wachten. En die man die was mij dus voorbij gefietst en die ging ook staan wachten. En die keek om en ik kijk die man aan met zo'n vragend hoofd van, pas op voor wat? Hij zei, ja, 1,5 meter, hè? Ja, homo, fiets dan niet over de stoep. Hij fietst toch over de stoep? Ik ben een man op leeftijd. Ik ga boodschappen doen. Met mijn rugzakje. Pas op! En meer helemaal gek geworden. Ook bij de Albert Heijn. Daar werkt de gozerd. En zijn voornaam is gelijk de voornaam van een hele beroemde acteur. En de beste aardige jongen. En een hele snelle kassiereerder, heet dat toch? Een mannelijke, dus niet een kassier, dat zeg je niet. Een kassiereerder, dacht ik. Maar zo'n man die dan, hij als man, is dan speelt voor kassière. Hij is snel, jongen. Volgens mij vindt hij dat ook leuk om dat heel snel te doen. Nou, die stond winkelmandjes uit te reiken bij de Albert Heijn. En hij buigt zich zo naar voren naar mij, terwijl hij dan dat winkelmandje aanreikt. Dus hij wil wat zeggen. Dus ik buig me ook zo naar voren. En hij zegt tegen mij, ja, denk erom, hè. 1,5 meter afstand houden. En hij meende het ook nog, hè. Want hij zag mij te dicht bij een andere klant staan. En hij dacht, ja, dat kan niet. Daar moet ik wat van zeggen. Oh, 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 oh. En een rij bij de Action. Mensen 1,5 meter afstand van elkaar. Ja, want anders kan het coronavirus zich gaan verspreiden, snap je? Ja, ja. Dat virus waarvan niemand weet hoe het eruit ziet. Mogelijk 4 stukken van HIV. En moet je weten, HIV, daar weten ze ook niet van hoe het eruit ziet.
Jawel joh, er zitten tienduizenden publicaties wereldwijd. Nou, ik kan wel merken aan jou, Perrier. Jij leest helemaal niks. Jawel. Ik weet dat. Tienduizenden publicaties over HIV. Tienduizenden. Maar niet ergens de structuurformule van HIV. Nergens. En dat was toen met die aankondiging. Hoe heette die vent ook alweer? En dan ging het over dat hij zei dat ze de mogelijke oorzaak van AIDS hadden gevonden. Dat was HIV namelijk. En het enige wat ze nog moesten kunnen, dat was HIV gaan kweken. En dan zouden ze de ultieme toets kunnen doen, namelijk dat HIV-kweekje toestand. Dat injecteer je dan bij proefdieren en die moeten dan allemaal AIDS krijgen. En dan heb je een andere hoeveelheid proefdieren en die geef je een fopmiddeltje. En die horen het dan niet te krijgen. En dan weet je dus dat je de oorzaak van AIDS te pakken hebt, want je geeft iemand HIV. Ja, niet een mens natuurlijk, maar een konijn of een, noem eens wat. Hè? En dan ontwikkelt die AIDS. En als je die HIV niet toedient, dan krijg je geen AIDS. Nee. Want als jij twee groepen hebt en die ene geeft je HIV en die andere niet, en van die twee groepen krijgt alle in beide groepen 10% krijgt AIDS, ja, dan heeft AIDS dus een andere oorzaak. Dit is niet hogere orde raketwiskunde die ik nou doorgeef. Dat was het plan. En zij hadden een donkerbruin vermoeden dat als ze dat zouden gaan doen met HIV, dat ze dan het zouden gaan aantonen. En dan gaan ze van tevoren alvast zeggen van nou, en we gaan binnenkort iets doen, hè. En nou, en dat gaat dan worden, hoor. Ja, het hele punt is, ze hebben HIV nooit kunnen kweken. Dus ze hebben die toets helemaal nooit kunnen doen. Mijn tante, die heeft gewerkt als medisch analiste en die heeft onderzoek gedaan, die heeft dus gewerkt in het onderzoek naar AIDS, HIV. En die vertelde mij op een dag van nou, dat HIV-virussen, dat is zo kwetsbaar. Dat je hebt het in het ene lab, heb je het voor elkaar en doe je een toets. Hebben ze getoetst en er zit een HIV in. Zei, nou, en dan loopt ze, zei zij, dan loop je met die spullen over de gang naar het andere lokaal om het verder te bewerken. En daar doe je voor alle zekerheid nog een keer een toetsje of het er nog steeds in zit. Nou, zei ze, dus iedere keer was het pleiten. Gewoon wandelen over de gang met een Erlenmeyer, dat is een stuk glaswerk waarin ze dat spul doen. Of een maatbeker. Gewoon lopen over de gang, zei ze. Daar gaat het wel kapot van. Dat geloofde zij. Wat ik je zeg is dat die HIV-toets, die slaat helemaal nergens op. Je gooit met een dobbelsteen en denk, ja, die zijn 5. En even later gooi je weer met een dobbelsteen en krijg je een 3. Denk je, hé, waar is die 5 gebleven? Oh. Ja, even chillen allemaal, mensen. En van het HIV zitten 4 stukken in corona. Ja, natuurlijk. Nee, kan het nog gekker? En wat is een virus eigenlijk? Een virus, daarvan wordt gezegd, een virus, dat is, oorspronkelijk was dat DNA, en daar een brokstuk van, dat is een virus. Ja, ja. Nee, natuurlijk. Ik geloof het wel, het zal best. Maar hoezo heb je dan soorten virussen? Neem mijn DNA, ik heb niet zulke goede ogen en dat zit dus ergens in mijn DNA. En dat stukje, dat is dan het slechte ogenvirus? Kijk, voor alle duidelijkheid, je kan atomen niet zien. En als je kijkt, dan, wat er gebeurt bij het kijken is dat je hebt een deeltje en dat noem je een foton. En dat komt ergens tegenaan en dat ketst daar weer vanaf. En dan komt die foton in je oog, dat foton in je oog, en dan zie jij dus iets.
Of er komen helemaal geen fotonen. Dan zeg je, nou, dat is een zwart gat. Want er komt helemaal geen enkel foton uit. Maar als het wit is of een kleurtje heeft, dan komen er fotonen in je oog, op je netvlies, ping ping, dong dong. En dan in je oog denk je, hé, wat een mooie vrouw in leuke kleren. Dat proces heet zien. En dat werkt dus met deeltjes. Die heet ook fotonen. Ja. Maar dan moeten ze wel ergens tegenaan kunnen botsen. En een foton is niet zo dat hij tegen een elektron aan kan botsen. En dat je dan kan zien dat daar een elektron zit. Want een elektron zelf weegt ook bijna helemaal niks. Dus hoezo kan een foton tegen een elektron aan botsen en dat dat foton dan terugkomt? En als je met een biljartbal, als je een biljartbal tegen de band aanstoot, dan komt die biljartbal terug. Net als een foton wat tegen een blad aanketst. En dan komt dat foton komt weer terug. Een blad van een plant of zo. Hè? Dan komt de foton weer terug. Hier, doink, doink. In de spiegel. Dat is ook een goed voorbeeld. Hè? Fotonen bonk tegen de spiegel. En hup, komen ze weer terug. Hm? Nou, net als met een biljartbal die tegen de band van een biljart aanrolt. En doink. En dan komt die weer terug. Maar als een biljartbal tegen een andere biljartbal aan knalt, dan komt die niet zomaar terug. Dan rollen ze met z'n tweeën dezelfde kant op. Nou, of ongeveer dezelfde kant op. En daarom kan je elektronen niet zien. Nou, heb je nog het celdeel, of de atoomkern heb je nog. En die zou je dan moeten kunnen zien, maar dat lukt ook niet. Op dat niveau kan je niks zien. Je kan dingen afleiden. Kristallografie is daar een voorbeeld van. Dat je aan de vorm van het zoutkristal, en het kristal kan je zien. En je weet dat het kristal een ordening is van allemaal precies hetzelfde moleculetje. En dan kan je aan de vorm van het kristal kan je zien hoe dat moleculetje in elkaar moet zitten. Dat het een driehoek oplevert of een, zeg maar. Bij zout is het zo goed als vierkant, dacht ik. En daarom weet je dan hoe natriumchloride in elkaar zit. Het moet wel zo zijn. Maar je kan dus natriumchloride, zout, kan je niet zien. Je kan niet een enkel molecuul zout zien. Dat kan niet. En hoe kan je dan wel een virus zien? Nou, ook niet dus. Je kan niet die atomen zien. Nee, het is één grote malloterie. En het is niets meer dan het Heilige Romeinse Rijk, wat zogenaamd niet meer bestaat. Dat vinden we dan. Ja, we hadden vroeger had ik het Romeinse Rijk, dat weten we allemaal, hè. En toen kreeg je het Heilige Romeinse Rijk. En dat is dan ergens. Ik weet niet precies wanneer hoor, maar er is ergens de klad ingekomen. En nou helemaal niks meer. Dus eigenlijk zijn we erop vooruit gegaan hoor, want eerst hadden we de overheersing door de Romeinen. En toen gingen ze heel gek doen met de paus. En nu is het opgelost. Ja, zo gaan die dingen. Er is dan een fenomeen. En het is heel succesvol. En dan ineens is het zo goed als weg. Dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet weg. De paus die staat elke dag in de krant. En dit hele corona gebeuren, dat komt daar vandaan. Zo werken ze. Dat is hun modus operandi. Ze doen elke keer hetzelfde. Namelijk, er is een zonsverduistering. En dan gaan we zeggen dat dat een straf is van God. Want we zijn allemaal zo slecht geweest. En dus moeten we gaan betalen. Zo deden ze. Dat weten we. Het is altijd hetzelfde. Er is een volledig normaal natuurlijk verschijnsel. En dat is dan heel bijzonder. En dan zeggen we, dat is wel erg bijzonder verschijnsel. En dan gaan we lopen vertellen dat dat allemaal komt omdat wij zo slecht zijn.
was niet zo heel lang geleden waren er een aantal aardbevingen vlak na elkaar. En toen was er iemand van de Wereldgezondheidsorganisatie of de Verenigde Naties of de Wereld Natuurfonds of al die andere goedaardige NGO's. En die zeiden ja, en die aardbevingen, hè, dat komt omdat we te veel koolstofdioxide produceren. Als we nou maar wat minder... Ja, het is allemaal onze eigen schuld, hoor, die aardbevingen. En wij zien niet dat het hetzelfde is. Wij hebben niet dat vermogen. En dat moeten wij accepteren. Wij kunnen dat niet overzien, want daarvoor zou je verbanden moeten leggen. Dan zou je zeggen, hey, maar wat er nu gebeurt, dat is hetzelfde als wat er zoveel honderden jaren geleden gebeurde. Maar dat kunnen wij niet bevatten. Wij kunnen daar niet bij. Wij kunnen niet zien dat hetzelfde is. Dat is onze blindheid. En dat is heel erg. Maar doe dan maar eens wat dan. Ik laat me even een pauze vallen. Bij de kathedraal van Chartres staat in de tuin een bord met de korte geschiedenis van die kathedraal. En die gaat door voor het grootste kathedraalgebouw van Europa, dus de wereld. En staat in Chartres. En er staat op een bord van kijk, vroeger stond in Chartres een kerk. Dat was gewoon een kerk, niet al te bijzonder. Daar was een blikseminslag geweest. Toen heeft de katholieke kerk aan het volk duidelijk gemaakt dat die blikseminslag een straf was van God. En dat die mensen in de buidel moesten tasten om God goedmoedig te stemmen. Want anders zou hij het weer doen hoor. En nu doen ze precies hetzelfde. Neem het klimaat. Dat wordt gezien als een straf van God. En ze gebruiken dan niet meer dat woord van het is een straf van God, blablabla. Nee, wat ze nu zeggen, ja, het is een noodzakelijk gevolg van ons slechte gedrag. Dat is precies hetzelfde. Er is helemaal geen relatie tussen CO2 en wat dan ook. CO2 en aardbevingen, ga er weg. Oh, maar de ijsberen smelten. Nee, de ijsberen smelten helemaal niet. Er is laatst een ijsbeer aangekomen in Rusland. Zoveel ijsberen zijn er. Dit wordt alsmaar gekker. En het is allemaal onze schuld en wij moeten gaan betalen. De staatsschuld zal dit jaar toenemen met 92 miljard. Even uitrekenen wat dat per werkende kost. 100 miljard doe ik even voor het gemak, ja? 100 miljard, even kijken, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100 miljard, ja, ik heb het goed. Gedeeld door, en hoeveel mensen werken er in Nederland? Nou, effectief zou ik zeggen 2 miljoen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En daartoe reken ik mensen zoals ik, die toiletten schoonmaakt. 2 miljoen mensen. De rest zijn belastingadviseurs, pensioenbegeleiders, zeg maar. Dat is 50.000 euro per persoon. Ik kan je vertellen, ik heb dat niet. Een ander misschien wel, maar ik niet.
veel geld hoor, 50.000 euro. Daar moet ik toch ongeveer 3,5 jaar voor werken. En als ik daar nog mijn kosten voor het levensonderhoud van aftrek, dan moet ik daar denk ik 650 jaar voor werken. Het is onbetaalbaar wat er nu gebeurt. Het is een beroving van geld. De grote treinroof. Die valt hierbij in het niets. Ja, maak je tieten maar nat. Maar dit gaan we niet kunnen betalen. En die 100 miljard die ze dan nu lopen te brullen, ja, ga er maar vanuit dat ze zo dadelijk gaan zeggen, ja, dat dachten we toen. Maar het is nog veel erger dan we dachten. Maar ja, we wilden toen niet zo negatief doen, want iedereen had corona. En straks krijg je nog meer stress. Dus we hebben toen gedaan dat het met 100 miljard wel oké was. Oh ja, en ze hebben ook nog besloten, er gaat 5 miljard naar de stikstofdoelen. En dat maakt mij geen donder uit. Ik vind het logisch. Als wij niet in kunnen zien dat de ene club die ons al ongeveer pak een beet met alle ellende erbij 3000 jaar voor de gek houdt. En wij doen nog steeds met die club mee. Ja, even chillen hoor, maar ezels die stoten zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen. Dus anders gezegd, iedereen om me heen die stamt van de apen af en ik ben de enige die van de ezel afstamt. Tenminste, dat probeer ik. Om mij geen twee keer aan dezelfde steen te stoten. En dat zouden meer mensen moeten proberen. Je wordt er toch net te gek van. Dat wil zeggen, ik niet meer. Ik heb op mijn werk zit een man met aan. En die zei, ik dacht laatst, kom, ik kijk toch nog een keer naar het NOS-journaal. Over het coronanieuws. En toen zei hij, nou, en toen begonnen ze over dat er corona-uitbraken waren in verzorgingstehuizen en er mag niemand meer op bezoek. En zei hij, toen heb ik de tv uitgezet. Ja, hij had het anderhalve minuut volgehouden. En toen dacht hij, beginnen ze nou daarover? Nou, dan hou ik op met kijken. En hij zegt vrij simpel, mijn lichaam is geschapen door Allah. Op de wijze die Allah goed vond. En wie ben ik om eraan te twijfelen? En als ik ga, dan ga ik. En er zijn heel veel manieren om te gaan. En je moet bereid zijn om te gaan als het jouw tijd is. En dan graag met een glimlach en dankbaarheid en zo. Kijk, dat is het. En de rest is onzin. Ik zag bij de tabakswinkel dat de verkoop van menthol sigaretten, die gaat verboden worden per 20 mei. Nee, en dan worden we allemaal blij. Dat helpt zich. Oh, 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 oh. En wij vinden dat allemaal normaal. Nou, kijk, als je menthol in sigaretten doet, hè, dan gaan mensen dat lekker vinden. Hè. En dan gaan ze roken, hè, dan gaan ze het kopen. En ja, en ik heb dus echt heel erg verlast, hè, als mensen roken in mijn omgeving. Ja, je bent een terrorist. En een zeurneus. Mensen roken, ja. En?
Jo, maar dan gaan ze dood dan gewoon. Ja. Oh, dat is trouwens ook gebleken. In China rookt 52% van de bevolking. En onder de mensen die dan die coronatest positief scoren hebben gehad. En ademhalingsproblemen, koorts. We hebben er meer. Te weinig zuurstof in je bloed. Longontsteking, verschijnselen. Daarvan rookt 5%. Ja, ik laat me even een pauze vallen. Dus het is een goede tijd nu om wetenschappelijk gronden te beginnen met roken. Het vermindert de kans op corona met een factor 10. Volgens, als je Chinees bent in Wuhan. Misschien dat het hier een factor 20 is. Dat hier nog meer scheelt. Nou, wat zijn dan de kosten van een pakje check nog? Hè? Dat is levensreddend, man. En dan begin je voorzichtig met 5 checkies per dag. Dan worden er vanzelf 15 per dag. Hoef je helemaal geen zorgen over te maken, want het is hartstikke verslavend. Maar dan ben je wel gecoverd, snap je? En geen hydrochloroxie dingen in je bloed laten spuiten. Je bent er geen zwembad. Met hydrochloor. Nee, lekker gaan roken. Maar volgens het onderzoek van die Chinezen. Factor 10. Dus nou. Dat is hoopgevend toch? Je kan toch voor alle zekerheid gaan roken? Ik zeg, ja, ik weet niet zeker. Het was maar 1 onderzoek in Wuhan. En 1 zwaluw maakt er geen zomer. Maar ja, wat kost een pakje check nou? Ik denk, ik probeer het gewoon. Nou. En tot 20 mei kan je nog je vege lijf gaan redden door het aanschaffen van mentholsigaretten. En als je nou slim bent, dan kop je gewoon een hele batch in. En die verkoop je daarna op de zwarte markt voor €60 voor een pakje. Dus dat is een uitspraak van zo'n rijke jojo van een goede crisis. Dat is om er geld mee te verdienen. Het is zonde om een goede crisis zomaar voorbij te laten gaan. Dat zei hij letterlijk. Nou, letterlijk zei hij dat niet. Hij zei, het is... It is... To put a good crisis to waste, of zo. It's a shame to waste a good crisis. Hij zei het in het Engels. Crisissen zijn om geld aan te verdienen. Nou, mentholsigaretten bij deze. Anti-corona dingen. Straks kan je het nog aftrekken van je ziektekostenverzekering. Nee, ik kan declareren. Het is maar wat. Mensen moeten niet zo druk doen. Laat het allemaal maar gaan. Dat is, Ik vraag me af hoor, wat het. Ik vraag me af of ze dit echt wel goed doordacht hebben. Er zitten risicofactoren in. Als wij niet in opstand komen en het allemaal zo'n beetje over ons heen laten komen, bijvoorbeeld. Dat kon wel eens heel vervelend uitpakken. Ik heb komende dinsdag een interview met studenten. En het gaat over valuta. Over local exchange and trading systems. Daar zie ik erg naar uit. Dat gaan we krijgen. We krijgen zo dadelijk een valuta en die werkt buiten de reguliere valuta om. En die gaan ze toestaan tot, voorlopig is het maximum gesteld, op 1% van de economische activiteit. Want ze kunnen dat niet verbieden, dus ze moeten het toestaan.
handel buiten de reguliere valuta om. Ze gaan nu al zo ver dat ze met die ZZP'er maatregelen, wetgeving, dat je als je je inkomen maar onder de zoveel per maand houdt, dan hoef je helemaal geen administratie te voeren, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Mag jij lekker doen waar je zelf zin in hebt. Dat gaat ook komen. En het allerbelangrijkste is dat wij gaan inzien dat die club die ons voorliegt, die ons bang maakt, die onze kinderen schandalig onderwijs geeft. Vooral het ergste is dat ze liegen. Dat wij die club onder ogen gaan zien. En niet langer met ze meedoen. En dat wordt een proces van innerlijke rust. En daar moet je jezelf de tijd voor gunnen. Als mensheid ook. En zoals het er nu uitziet, worden wij alleen maar onrustiger. En dat betekent dat wij nog een lange weg te gaan hebben. Maar dat maakt niet uit. Wij leven maar 80 jaar. En doe dat zo waardevol mogelijk, zou ik zeggen. Besef goed dat een leven met veel maatschappelijk kapitaal aangenaam kan zijn. En ook heel erg oppervlakkig. En dat laatste is niet goed. Dus wij moeten vanuit een innerlijke rust een diepgang creëren in ons eigen persoonlijke leven. Daar gaat het om. Mijn dochter die was afgelopen maandag te eten. En ze kwam binnen en ze zuchtte zo van: oh, ik ben zo moe. En toen zei ik zo fijntjes tegen haar: dat zeg je altijd als je hier binnenkomt. Soms gelijk, soms pas na een paar zinnen. Soms pas na 2 uur met een opmerking: ja, ik moet wel op tijd naar huis, want ik moet vroeg naar bed. Ik ben zo moe. Ja, zei ze, maar deze keer hè, ben ik echt moe hoor. Ik denk, ja, dat is toch... Waarom ben je zo moe? Dat is toch raar. En dan je druk maken over negers en achtergestelde homo's en... Nee. Ik laat die negers en die homo's. Dat is toch jouw punt niet? Ja, maar we moeten allemaal om elkaar denken. Nou, ik vraag me af.
En als je om elkaar denkt, waarom dan gelijk denken aan negers en homo's? Er zijn ook nog andere mensen. Alleenstaande vaders met kinderen van 6. En om die mensen, daar hoor je nooit iemand over. Ik ken zo'n man en die heeft 3 kinderen. En toen kreeg zijn tweede kind een hele vervelende ziekte. Kanker of zoiets. En toen is zijn vrouw opgestapt. En die woont ook hier ergens in de stad. Hij ziet hem nog wel eens lopen. Hij zei, ja, dan loopt ze over straat in een minirok met een blauwe panty. Ze ziet er niet uit. En ze heeft niet in de gaten dat ze inmiddels een oudere vrouw is. En dat daar niet meer naar gekeken wordt als ze met een minirok gaan lopen. En die tijd van vroeger is voorbij. Maar dat heeft ze niet in de gaten. En zo'n vrouw laat gewoon het gezin in de steek. Nou, dat is leuk hè, voor zo'n man. En wie zorgt er voor die man? Wie maakt zich zorgen om hem? Nooit iemand. Hij heeft het mooi in zijn eentje kunnen rooien. Ja, ik geef het je te doen. Als man. Met een baan. Hé? Meer dan 50 uur in de week ben je van huis. Om de centen binnen te halen. En dan 3 kinderen thuis. Ja, ja. En dan blijven lachen. Hè? En niet klagen. Hij zat bij de Rozenkruisers. Maar daar is hij bij weggegaan. Hij zei, ik was het echt beu. Er werd elke keer gezegd, ja, er zijn nog meer waarheden, hè. Maar die zijn alleen voor de hogere niveaus. En dan moet je eerst door een initiatie heen. Hè? En dan krijg je nog meer te horen. En hij was dus door een aantal initiaties heen gegaan. En dan kreeg hij dus weer te horen van ja, er zijn nog meer waarheden. Maar dan moet je nog verder initiëren. En toen dacht hij van ja, nou hou ik hem weer op. Zoiets als je hebt zo'n doosje en dan doe je het doosje open en zit er weer een doosje in. En doe je dat door en zit er weer een doosje in en doe je weer een doosje. En dan denk ik, ja, wat zit er nou in? Wat is dan die ultieme waarheid? Hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Heeft hij goed aan gedaan. Even chillen. Chill. Er is zo'n gezegde onder de Native Americans. Dat voor elke tijd geldt dat het een bijzondere en opwindende en gevaarlijke periode is om te leven. Elke tijd. En het is geweldig dat jij deze gevaarlijke, ingewikkelde, ongelooflijk moeilijke, chaotische periode mag beleven. Dat is het geschenk. Dat is niet bijbels wat ze zeggen, maar een manier om over het leven te gaan nadenken. En ga vooral niet lopen denken dat jij geboren bent in een tijd waarin alles helemaal pais en vrij is. Want wanneer was dat dan? Vorig jaar? Want toen ik geboren werd in 1959, dat was de periode waarin Nederland, vlak na de Tweede Wereldoorlog, met rust werd gelaten. En wij sloegen aan het bouwen, universiteiten, hogescholen, we hadden een landbouwsector van, heb ik jou daar? Een goede visserijsector, was ongelooflijk productief Nederland. Onze werksters, onze vrouwen,
Die hadden mooie banen in Duitsland. In Duitsland, in het westen van Duitsland, gold in bepaalde regio's. Want als je een beetje poen had, dan nam je een Nederlandse werkster. Want dan werd je huis pas echt schoon. Maar in de jaren 60 gingen ze ons weer lastigvallen. De moord op John F. Kennedy en het gedoe met seks en drugs en vrije liefde. En toen kreeg je de dolle mina's in de jaren 70. En die oliecrisis had je ook nog. Toen kreeg je in de jaren 80 die enorme jeugdwerkeloosheid. En in de jaren 90 die tweede golf van het feminisme. De derde golf, wat was dat? En nou, bij deze paan ook. Het is heel normaal voor een gezin dat gaat scheiden. Dat is normaal. Het is heel normaal voor een vrouw om onveilige seks te hebben en dan de mens die in haar buik geconceptueerd is, om die te laten doden. Dat is normaal. Het is normaal voor een jonge vrouw om elke dag hormonen te slikken, oestrogeen te slikken en er zo voor te zorgen dat ze kan neuken met Jan en Alleman zonder dat ze het risico loopt dat ze zwanger wordt. Dat is normaal. In de jaren 80 is er onderzoek gedaan en daar blijkt dat die vrouwen die langdurig de pil slikten, dat die een groter risico lopen op een aantal hele vervelende aandoeningen. Ja, hoe kom je er ook bij dat als je iedere dag 20 jaar lang hormonen gaat slikken, dat je lichaam daarna nog net zo ook in topconditie is als daarvoor? Dan kan je beter gaan roken. Het is normaal voor ons. Ja, dat moet je even bij stilstaan. Maar dat is niet chill, snap je? En dat chill doen op die terreinen, dat zijn dingen en die bepalen wij zelf. Het is tegen ons, het is tegen de rationaliteit, het is tegen de zeden, het is tegen alles om jonge vrouwen helemaal gratis en voor niets toegang te geven tot die anticonceptiepil. Alsof het niks is. Want het kost ook niks. Het enige wat je moet doen is naar de dokter gaan en zeggen, nou, ik wil hem. En dan krijg je hem. Zit in je ziekenfondspakket. Maar dat is gratis mee verzekerd. Dat is niet normaal. Maar jij hebt altijd nog als vrouw de keuze of je daarop ingaat of niet. En als je twee hersencellen hebt, dan zeg je, nee, dat doe ik niet. Ik ben een beetje gek. Wil je oestrogeenspiegel in je bloed, dat is een variërend gebeuren. Dat mag je toch weten als vrouw, of niet? Dus dat gaat omhoog en dat gaat weer omlaag. En het varieert. En als je omgaat met in een groep, als je in een huis gaat wonen met alleen maar vrouwen, een hele hoop vrouwen, dan gaan die vrouwen die gaan uiteindelijk synchroon menstrueren. Maar dat is normaal. En je moet niet die lichamelijke variatie in oestrogeenhalte in je bloed eventjes gaan reguleren. Alsof jij op die manier de baas wil zijn van je lichaam. Want je hebt geen kennis van hetgene wat jij loopt te manipuleren. Want jij weet helemaal niet wat het halte oestrogeen in jouw bloed bepaalt. En misschien is het wel helemaal niet gezond om het op 13 februari omhoog te krikken, omdat het met dat pilletje gebeurt.
Dat kan wel eens heel funest zijn voor je lichaam. Precies op dat moment. Maar ja. Het zijn dingen waar jij zelf invloed op hebt. En dat doe je doordacht. Of je speelt Russische roulette met je lichaam. Het is jouw leven. Snap je? Vond wel een mooie. Lekker chill. Het is fijn weer. En ik heb allemaal spullen gekocht om de planten ding te gaan doen. Oh ja, en mijn eerste project is uitgekomen. Ik heb nou 5 Spaanse peperplantjes. En die staan met z'n 5 in 1 potje. Met 5 zaden in de grond, 5 zaden uitgekomen. Mooie dicotyletjes. Dus Wim zei tegen mij, we gaan nog een weekje aankijken. En dan ga je die hele kleine, zei kleintjes maar, heel voorzichtig eruit peuteren en die geef je een eigen potje. En ik heb allemaal potjes gekocht. En ik heb een soort, ik kom uit Duitsland, een soort kastje. En die zet je dan ook in je vensterbank. Met de doorschijnend plastic erbovenop. En dan krijg je een hoge luchtvochtigheid. Dan vinden die kleintjes vooral zo lekker. En ik heb mest. Koeienmest. Echte, gedroogde koeienmest. Ook van de Action. Kost echt niks. En ik heb basilicum gekocht. En tijm, dacht ik. En ach, nou, bieslauw? En peterselie heb ik niet gedaan. Ik vind peterselie niet zo. Maar misschien dat ik die toch doe. Ik had liever oregano gehad. Maar zoals het er nu uitziet, ga ik het hele jaar door kweken. Want ik heb ook bij de Action heb ik een stellage gekocht. Echt belachelijk. 1,80 meter hoog, 80 centimeter breed, 40 centimeter diep en 5 planken van metaal. En dat kostte €16. Daar heb ik er nou 2 van. Dus. En daar ga ik kunstlicht in hangen. En dan een tientje stroom in de maand erin jakkeren. En dan gaan we het hele jaar door produceren. Hartstikke leuk. Nou, daar ga ik me vandaag een beetje druk over maken. En jullie gaan je helemaal nergens druk over maken. Of je gaat ook zoiets leuks doen. Gewoon lekker opbouwend bezig zijn. Het is helemaal niet duur. En het is ontzettend leuk om te doen. En het is heerlijk chill. Tot de volgende keer.